In onze camera zit er een beeldsensor of lichtgevoelig plaatje die verantwoordelijk is voor het omzetten van licht naar een digitale foto. Met de ISO veranderen we de lichtgevoeligheid van die sensor. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe lichtgevoeliger de sensor en hoe feller onze foto wordt. En hoe lager de ISO, hoe minder lichtgevoelig de sensor en hoe donkerder de foto wordt. De algemene regel is: hoe meer licht er beschikbaar is, hoe lager we de ISO instellen. En hoe minder licht, hoe hoger de ISO. Dus als we bijvoorbeeld een foto willen nemen in een donkere kamer, dan is het best dat we voor een hogere ISO kiezen om het weinige licht dat er is toch nog op te kunnen pikken. Het grote nadeel van een hoge ISO is dat er meer ruis of rare korrels zichtbaar worden op onze foto. En zoals we hier kunnen zien, zorgt dit voor een lelijker en slordiger effect. Als professionele fotografen streven we naar mooie foto's en moeten we dus, indien mogelijk, te hoge ISO-waardes voorkomen. Afgebeeld schema toont typische ISO-instellingen voor verschillende situaties. Helemaal links, bij felle zon, kiezen we voor een hele lage ISO van 100 à 200. Zo vermijden we ruis en zien onze foto's er heel netjes uit. Is het bewolkt, dan is er al een stuk minder licht aanwezig en moeten we dus onze ISO verhogen naar 400 à 600. Ruis is nog altijd bijna niet zichtbaar. Als we binnen foto's nemen en niet vlak naast een venster staan, dan is er heel wat minder licht beschikbaar. We moeten dan al snel onze ISO verhogen naar 800 à 1600. Afhankelijk van de camera kan ruis al heel wat meer zichtbaar worden. En als laatste, bij nacht is er bijna geen licht en moeten we al snel kiezen voor een ISO van minstens 3200, willen we iets op onze foto kunnen zien. Ruis wordt nu heel zichtbaar en de kwaliteit van onze foto gaat sterk achteruit. Om af te ronden zijn er nog drie belangrijke tips. De ISO zullen we vaak het eerst instellen op onze camera. Het is dus een goede gewoonte om eerst te kijken naar het licht in onze scène en daarop de juiste ISO af te stellen. Digitale ruis kunnen we met de computer voor een stuk wegwerken. Dus we mogen niet al te bang zijn om eens voor een hogere ISO te kiezen als het nodig is. En als laatste, sommige camera's hebben een automatische ISO-functie. Deze vermijden we best, omdat de camera soms voor een onnodig hoge ISO kiest. Wat hebben we geleerd? Wat ISO is? Bij hogere ISO's krijgen we digitale ruis dat zorgt voor een lelijk effect. En enkele tips voor het correct instellen van de ISO.